Lieve YouTubers, ik maak hier weer even een vlog omdat het me lange tijd niet is gelukt om nog iets te doen. Ik heb erg veel pijn gehad en we hebben vandaag eindelijk weer even vanmiddag uit eten kunnen. We hebben namelijk ieder elkaar voor de Sinterklaas en voor de kerstbonnen gegeven. En daarom willen we in ieder geval daar toch weer gebruik van kunnen maken. Ik zit zwaar onder de morfine, maar dat mag de pret van vandaag niet drukken. Het gaat weer een beetje. Alleen moet ik geen rare bewegingen gaan maken, want dan gaat het weer helemaal mis. Nou, ik zal straks even laten zien wat we gaan eten. We zijn inmiddels al in het restaurant aanbeland. Want jullie hebben al een autoritje met me meegemaakt op de video. En dat had geen zin om dat nog eens een keertje te doen, vond ik. Nou, zolang ik voor jullie kan blijven vloggen, zal ik dat proberen te blijven doen en kan filmen. Dan komen we misschien, gaan we dinsdag, als alles mee zit, ook misschien weer even naar Anouk. Want Anouk, daar zijn de paardjes weer op de accommodatie, waar ik toen ook een keertje een huifkar mogen besturen. En dat was heel erg leuk toen met de Tinker Fien. Maar ja, daar heb ik een andere video, maak ik daar weer een keer van. Eerst doen we maar even deze vlog erbij in de hoop dat we dan weer even wat leuks voor vanochtend en vanmiddag kunnen laten zien. Hier ben ik weer. We hebben net alvast het vlees geserveerd gekregen. Van Frans ziet het er zo uit. En van mij weer zo. Van de Juderans hebben we inmiddels al genoten. Maar we wachten nog even af tot ze nog even aankomt lopen met de rest van de dingen die we er nog bij krijgen. Dus wat warme groenten, wat salade en uiteraard de frietjes die erbij horen om niet te vergeten. Dus ik laat hem even aanstaan voor jullie tot ze weer verder komen. Dat zal allemaal wel achter elkaar door worden gebracht. Ja, hier komt dan inderdaad de mayonaise mag weer terug. De warme groente hier weer. Wat wordt geserveerd. Natuurlijk. Hier de salades. Dankjewel. En hier de frits. Dankjewel, hè. Nou, we gaan even lekker smikkelen. Straks zet ik hem weer even aan voor jullie en dan laat ik het toetje weer even zien. Tot straks. Hier ben ik weer. Wij zaten net even te wachten op onze Juderans, die ik hier even in beeld kan laten zien. Die is voor Frans en deze Juderans is voor mij. En we hebben net even besteld, eigenlijk meestal onze oude bestelling, omdat we eigenlijk vaak wel hetzelfde hier eigenlijk altijd eten. Alleen ik neem meestal andere saus dan Frans. Ik neem meestal satésaus en Frans meestal liever iets van champignon. Ja, ze kwamen hier nu net het bestek even brengen. Dat ziet er dan zo uit in een heel erg leuk bakje met een leuke servet eromhoog stekend en wat vork en messen staan ervoor. Dus ja, nu gaan we even wachten tot we weer ons eten krijgen, dus en daarna film ik ook nog weer even het toetje voor jullie als we dat daarna weer aan toe zijn. Nou, tot een later moment weer. Het zal toch wel een compleet, ik maak toch wel een complete film van voor jullie. Maar misschien zijn het maar wat korte stukjes die ik film op de telefoon. En dan maken we er maar weer wat van vandaag. Tot volgend moment weer. We hebben net weer ons toetje besteld. Ik wil heel erg graag hemelse monnen. Jullie bekennen dat meer als chocolamousse. Daar schijnt het ook meer onbekend te zijn. En Frans heeft 3 bolletjes vanilleijs. Vanilleijs genomen. We wilden er allebei ook geen slagroom op. Die is voor mij graag, ja. Dankjewel, hè. Dank je. Dit is het toetje van Frans. Die heeft dus die vanilleijs genomen met zo'n heerlijk koekwafeltje erbij. En zo ziet het er voor mij uit. Ziet er ook erg leuk uit. En mooi gedecoreerd met een blaadje. En wat andere lekkere chocoladedingetjes die er bovenop zitten. We gaan er nu even lekker van smikkelen. Nou, hopelijk heb ik jullie zo weer een leuk filmpje bezorgd.
Abonneer je nog even op mijn kanaal. En nou, hopelijk weer dan tot het volgende filmpje. Daag.